Sandra Den Hamer is vandaag de gast in Weltschmerz. Mevrouw Den Hamer is directeur van AI. Dat heette vroeger het filmmuseum. Het was meer bekend in de filmwereld als het filmmuseum. Nou, AI is veel breder, een veel bredere organisatie dan het vroegere filmmuseum. Het heeft ook bijvoorbeeld, het doet natuurlijk nog steeds de conservering van films, het archief. Er zitten 37.000 films in het archief. Het is een van de grootste en belangrijkste archieven ter wereld. Maar het heeft ook is ook actief op het gebied van educatie. Is ook actief op het gebied van promotie van de Nederlandse films in het buitenland. En doen nog heel veel meer dingen, zoals tentoonstelling enzovoorts. Nou, mevrouw Den Hamer was eerder directeur van het Rotterdam Filmfestival. En heeft film- en tv-wetenschap gestudeerd in Utrecht, aan de Universiteit van Utrecht. We gaan niet specifiek praten over het beleid van AI. Maar vooral over de raakvlakken die er zouden kunnen zijn tussen het runnen van AI. Hoe AI zich opstelt binnen de subsidiewereld en de speelfilmwereld. Heeft AI bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie? Zou AI een nog actievere plek kunnen innemen naar de filmmakers toe? Kortom, moet het oog van AI verder kijken dan Amsterdam-Noord? Sandra, we zitten hier misschien 2 uur. Ten eerste mag ik Sandra zeggen. Ja, heel graag. We zitten hier 2 uur nadat Donald Trump gezegd heeft dat hij het presidentschap accepteert, dat hij nu president zal worden. Denk je dat dat invloed kan gaan hebben ook op de Nederlandse filmcultuur? Ja. En hoe? Dat weet ik nog niet. Nee. Maar wij staan natuurlijk niet los van onszelf. Nee. En ik denk dat dat een invloed gaat hebben op de hele wereld. Op de politiek, op de politieke verhoudingen in Europa. Nou, zelf zitten we natuurlijk ook vlak voor die verkiezingen. Dat gaat ongetwijfeld en ik hou mijn hart vast. Ja. Maar in feite zeg je van, zodra je het over politiek hebt, heb je het dus ook over cultuurbeleid. Want dat is een onderdeel van politiek. Ja. We gaan er verder nu niet op in, hoor, maar het is te belangrijk bijna om dat niet in het achterhoofd te houden. Want er zullen heel veel dingen kunnen gebeuren die dus gaan veranderen. Ja. Of in ieder geval een andere richting uit gaan staan. Nou, ik las een Financieel Dagblad artikel, een interview met jou van een tijdje geleden. Daar had je het over je droomplekken, daar ging het ook over het artikel. Die waren ontzettend exotisch en buitenlands, die droomplekken. En eigenlijk vroeg ik me af of je een verlangen hebt naar het buitenland en of je een bepaalde exotisch gevoel mist in Nederland? Twee keer ja. verlangen naar het buitenland. Ik heb het artikel ging over droomplekken. En de vraag was, wat zijn voor jou droomplekken? En toen ik voor Rotterdam werkte, het Filmfestival Rotterdam, heb ik enorm veel gereisd. Naar inderdaad vrij exotische plekken in Ouagadougou of Havana of noem maar op. Maar ja, dus die heb ik beschreven in dat artikel. Maar dat hangt wel samen met een wens om meer te zien dan we hier om ons heen zien. Dus als je dat bedoelt, van heb je een hang naar het buitenland? Ik heb niet zozeer een hang, want ik hou erg van de Nederlandse polder en van alles. Maar, Het is in feite natuurlijk een opzet om te vissen of je vindt dat wij als Nederlandse filmmakers misschien een bepaald exotisch gevoel, een bepaalde passie ontberen. Ja. Jij hebt inderdaad die enorme ervaring van het buitenland en je bent daar enorm verrijkt, neem ik aan. En ik probeer natuurlijk die link te leggen naar Nederland. Ja. Zijn wij als filmmakers, kijken wij te klein, terwijl jij die bredere visie gezien hebt? Ik vind het moeilijk om de Nederlandse filmmakers af te vallen. Want ik ben er ook buitengewoon trots op. Maar ik denk dat het wel zo is. Ik denk ook, toen ik vroeger in Rotterdam werkte bijvoorbeeld, zeiden we wel eens van, toen was het filmfestival eind januari en we hadden filmmakers uit de hele wereld. Meestal iets van tussen de honderden buitenlandse gasten. En de grote afwezigen waren vaak de Nederlandse filmwereld, de Nederlandse film- en televisiewereld. Dat kwam ook wel een beetje omdat
de grote roerganger van het Filmfestival Rotterdam, Huub Bals, er wel onbekend stond dat hij niet heel erg dol was op de Nederlandse film en Nederlandse filmcultuur. Maar die was al lang overleden. Maar toch was er een afstand tussen die Nederlandse filmwereld en dat internationale filmcircuit. En toen zeiden we ook wel eens tegen elkaar, het lijkt wel of de afstand tussen Hilversum en Amsterdam tot Rotterdam groter is dan de afstand van, zeg maar wat, Havana of Ouagadougou tot Rotterdam. Want daar zaten al die filmmakers. Ik denk ook wel, om meteen een sprongetje te maken, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de financieringsmechanismen hier in Nederland. Voor veel filmmakers die hier in Nederland een film willen maken, zijn ze toch afhankelijk van het fonds en van de omroep. Dus de eerste gang die, als je een idee hebt, het eerste wat je doet, was ongeveer vroeger, heet pas op de Jan Luikenstraat dan, hier in Amsterdam. Je film daar, je plan daar afleveren en bespreken en naar Hilversum. En ik denk dat corset, want het is heel ingewikkeld om een film gefinancierd te krijgen, dat corset van hoe dat allemaal maar gefinancierd moet worden, te dwingend is, waardoor mensen te weinig ruimte hebben de tijd te nemen om heel lang over een film na te denken. De echte tijd hebben om goed te ontwikkelen. Zou je ervoor pleiten, nu je dit zo zegt, en ik weet dat we niet in twee zinnen eventjes de hele filmcultuur kunnen herscheppen. Zou je ervoor pleiten dat er een andere financieringsstructuur komt? En dat bedoel ik met name de ontzettende afhankelijkheid, raar genoeg, van de televisie. Dat heeft de filmwereld altijd heel erg in een soort van spagaat geduwd. Ja. Ben jij een voorstander van, zeg maar, een verandering dat die financiering op een andere manier tot stand kan komen? Ja, nou, ik denk, zonder echt in details te treden, want daar heb ik ook te weinig verstand van hoe het precies werkt. Maar het is wel een woud van regels en aanvragen. Ja. En het is over de afgelopen jaren trouwens wel versimpeld. Maar ik denk wel dat er, we weten natuurlijk de verhalen, dat er eindeloze commissies overheen gaan en aanvragen en in de volgende ronde nog eens aanvragen. En het is ook niet zo gek. Het is ook weer gemeenschapsgeld, dus je kan het ook. Maar ik vind wel dat er te weinig vrije ruimte is, om het zo maar te zeggen. Ja. Waar een maker, een scenario schrijver of een regisseur echt de tijd krijgt om een goed plan uit te werken. Ja. En ook, er zijn best veel films die te snel worden afgemaakt en dan toch maar gedistribueerd. Terwijl men misschien niet altijd helemaal tevreden is over hoe de montage of het geluid of noem maar op. Ja, dat heeft natuurlijk ontzettend veel te maken met geld en afwerking en salaris van mensen. Ik ga hier nog één klein detailwegje inspringen. Je hebt in 2016 de cultuurprijs gekregen. In het rapport van, ik weet niet of het een juryrapport was, maar er was in ieder geval een rapport. Daar stond onderuit het lokale zien in een internationale context, dat is altijd Sandra's motto geweest. Dus iedereen herkent dat jij die blik naar buiten, naar het buitenland gehad hebt en nog steeds hebt. Die bredere blik naar het buitenland, die internationale erkenning, die AI bijvoorbeeld heeft, die ITVA heeft, die de Rotterdam Filmfestival natuurlijk heeft, die Cinekit heeft. Dus die instituten zijn allemaal internationaal ontzettend gewaardeerd. De filmmakers, de Nederlandse filmmakers, nou gooi ik ze natuurlijk op één grote hoop, die hebben dat nog steeds niet in de breedte bereikt. Als we een filmmaker hebben die het goed doet in het buitenland, laat die zichzelf ook meteen opnemen in die buitenlandse cultuur. En vertegenwoordigt eigenlijk niet meer die Nederlandse cultuur. Dus eigenlijk wat eraan vastzit, waar je het net al een beetje over had, is van die speelfilmproductie, hè, die dus maar niet naar dat buitenland zich kan verbreden. Voel jij dat als een cultureel probleem of voel je dat als een financieel managementprobleem? Dat is een hele moeilijke vraag. En het zijn ook best veel vragen bij elkaar. Even denken hoor. Als we even teruggaan naar dat juryrapport waar je mee begon. Hè? Ja. Want wat wordt daar nou bedoeld van het lokale zien in internationale context? Allereerst vond ik dat ook een beetje een raadselachtige zin. Maar, ik denk, maar hij was vleiend. Het was buitengewoon vleiend, ook überhaupt om zo'n prijs te krijgen. Ja. Maar ik denk wel wat wij proberen met InAI en wat we heel graag willen doen, is dat we de Nederlandse film op dat internationale podium zetten. Dus tussen de wat het beste en het mooiste is wat internationaal gemaakt wordt, daarin de Nederlandse film een plek geven.
Want wij zijn niet alleen maar een museum van de Nederlandse film. Wij zijn een museum en een huis voor de filmcultuur in Nederland. Ja. Dat is een hele mooie uitspraak. Die had je inderdaad genoeg van. Het gaat niet over Nederlandse filmcultuur. Nee. Het gaat over filmcultuur in Nederland. Ja. Nee, precies. En als jij dan zegt van het lukt AI en het lukt bijvoorbeeld de ITVA en het Filmfestival Rotterdam. Maar ook Cinekit. In het buitenland zijn dat grote en bekende merken, die festivals. En AI heeft in een korte tijd, is inderdaad waar wat je zegt, een behoorlijke naam opgebouwd. En dan zeg je, dat lukt de Nederlandse film niet. Nou is de Nederlandse film bestaat ook eigenlijk niet. Hè? Want wij hebben zo'n enorme verscheidenheid aan films. Ja. Een aantal films die weten toch echt wel behoorlijk in het buitenland onder de aandacht te komen. Maar dat is heel specifiek. Dat is Alex van Marmerdam, die is Frankrijk. Jos Telling in Rusland, wereldberoemd, echt. En we hebben een aantal korte films, een documentaire, zoals Strike a Pose, die nu in Amerika, natuurlijk ook vanwege het onderwerp, het gaat over de dansers van Madonna. Ja. Op dit moment reist Paula van der Oest met Tonio om stemmen te winnen voor de Oscars. En die krijgt er veel aandacht. Natuurlijk vanwege de kwaliteit van de film. Dus als je zegt de Nederlandse film in het buitenland, nee, dat is absoluut niet een begrip. En het is echt moeilijk om daar een plek te veroveren. Het lukt ons mondjesmaat. Maar in feite zeg je van het is wel een opgaande weg. Maar je legt dus dat probleem niet zozeer bij een structureel financieel probleem, maar ook niet duidelijk bij een cultureel probleem. Dus het is nog steeds iets wat zich kan ontwikkelen als die twee voorwaarden alle twee beter worden. Ik hoop het. Ik denk wel dat we in filmbeleid, als je het daarover hebt, in de afgelopen jaren een enorme focus hebben gehad over het film benaderd hebben als een economisch product, een industrie. En er is echt heel hard aan gewerkt om er meer middelen voor vrij te maken. En een production incentive is er geïnstalleerd. Er is een filmcommissioner om filmproducties naar Nederland te halen. Altijd wel een co-productie met Nederlandse producenten. Dus het is enorm op de cijfers. En ik denk dat we daar misschien wel een beetje uit het oog zijn verloren. Dat film, wat mij betreft, in de eerste plaats eigenlijk een kunstvorm is. Ja. Dit geeft me een prachtige gelegenheid om even de jouw visie op het AI-instituut te introduceren. Ik heb het er met je over gehad, ik weet wat je daarover denkt. Die essentieel een hele ander uitgangspunt heeft. En eigenlijk moet je hem zelf vertellen natuurlijk, maar als ik hem hopelijk niet al te slecht samenvat, is het dat je zegt van wij willen. Het AI-instituut moet bijvoorbeeld tentoonstellingen maken die naar een breed publiek toe kunnen gaan, maar het moet wel kwaliteit zijn. Ja. Je verwoordt het zelfs nog beter van. Je zegt van er moet een hele duidelijke brede doelgroep zijn, maar moeten wel 5 sterren recensies krijgen. Nou ja, dat was precies zoals je het zegt van wat wij van tevoren dachten. Natuurlijk hebben we daar heel erg lang over nagedacht en heel goed beleid opgemaakt en programma's ontwikkeld. Maar als ik van tevoren dacht van oké, we gaan dan op 4 april 2012 open. Wat wil ik? Wat wil ik dat er op 5 april gebeurt? Is dat er heel veel mensen voor de deur staan. Maar dat we ook 5 sterren hebben voor de tentoonstelling. Dat was een tentoonstelling, Found Footage heette die. Dat waren filmmakers die werkten met archiefmateriaal en nieuw werk maakten. Dat is niet iets waarvan je denkt, daar komt echt een hele hoop volk op af. Ja. Maar juist die dat dubbele, dus echt de 5 sterren in de krant. Omdat ik vind dat film dat verdient. Film verdient een plek in de wereld van de kunsten. En film verdiende in Nederland ook een echt museum, zoals wij waren. Maar dan vergelijkbaar met musea van moderne kunst, zeggen we altijd. Maar dan is het moderne bewegende kunst. Dus daar heeft film een plek nodig. Maar er moet wel ook veel publiek op afkomen. Dus die twee dingen. Dus het gaat om heel veel publiek weten te bereiken. Maar we zullen nooit een concessie doen aan de artistieke kwaliteit van de dingen die we willen presenteren. Of het nou gaat om de tentoonstellingen, of dat nou gaat om de filmprogramma's die wij samenstellen.
educatieve taken die we doen. Ja, want wat je eigenlijk impliceert, en dat vind ik heel bijzonder en heel interessant, is, stel je voor, je kan best wel tentoonstellingen verzinnen, als we het even over tentoonstellingen hebben, die een heel breed publiek gaan bereiken. Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, alleen de James Bond films doet, of iets specifieks, of je doet de jurken van Audrey Hepburn, of wat je nu bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk hebt, de jurk van Marilyn Monroe. Ja. Daar is niks fout aan trouwens, hoor. Het is prachtig. Nee. Maar dan zou je kunnen afvragen of je doet bijvoorbeeld een overzicht van Disney-films. Ja, daar zou je een heel breed publiek mee kunnen bereiken. Toch begrijp ik uit jouw woorden dat je dat misschien binnen een bepaalde context, als daar een andere benadering is, wel zou kunnen doen. Maar niet zo plat als ik het nu zeg. Ja. Want dan haal je die kwaliteitsnorm niet. Ja, nee, dat is precies. Die gesprekken hebben we allemaal gevoerd. Van wat gaan we doen in die ruimte? Je hebt meerdere mogelijkheden. Je kan een museum maken wat echt de geschiedenis van de film vertelt. Wat een permanente opstelling is. Want je begint met die eerste beelden van die trein die dat station binnen. De Lumière trein die binnenkomt. De Lumière trein. Of je kan een museum die gesprekken hebben gevoerd. Er waren ook mensen die dat misschien heel graag wilden. Zeiden van, ja, je hebt met een museum wat over film gaat. Je kan Star Wars en tentoonstelling. De jurken van, jij zegt Audrey Hepburn. Maar we hebben ooit de jurk van Romy Schneider wel gehad in het oude filmmuseum. Maar daar zou ook wel naartoe gaan. Ja, Disney, noem maar op. De grote populaire, dat kan. En daar ben ik overigens helemaal niet vies van. Maar wij willen graag een programma maken waarin we laten zien dat film kunst is. En dat waarin we ook willen laten zien wat film nog meer is dan wat je kent als een film in de bioscoop, in het donker met z'n allen tegelijk. Film is zoveel meer inmiddels dan dat. Ja. Loop maar eens een museum binnen van moderne kunst. Film wordt heel veel gebruikt in installaties, noem maar op. Ja. Dus dat... Die diversiteit van zeg maar de benadering ga ik het zo nog even over hebben. Maar ik ga nog heel even terug, want eigenlijk waren deze vragen vooral bedoeld op van... We begonnen ermee dat de Nederlandse film misschien te veel op dit moment gezet wordt in een soort economisch perspectief. Of juist weer in een heel artistiek perspectief. Terwijl die twee bij het film maken niet zo... Iedereen probeert het wel, sommigen proberen meer dan anderen. Maar niet zo erg verbonden worden. Nee. En dat is een groot verschil met het uitgangspunt van wat AI doet. Hè. AI heel bewust combineert die twee. Ja. En slaagt er ook in. Op een bepaald moment is het heel moeilijk om te zeggen hoe komt dat het slaagt. Want dat is talent. Ja. Dat is bijna niet te grijpen, maar... Feitelijk gezien is het zo dat AI daar heel goed in scoort. En dat wij als filmmakers, als filmindustrie, daar eigenlijk nog niet zo goed in scoren. Om die twee zo goed met elkaar te verbinden. Nederland bestaat toch nog steeds, en ik vraag me af of jij dat voelt. Want je hebt zoveel met Nederlands film te maken. Er bestaat nog steeds het gevoel van, je hebt en de artistieke film en je hebt de commerciële film. En eigenlijk wordt de commerciële film een beetje als de kwade grote broer gezien. En de artistieke film wordt gezien als waar het allemaal om gaat. Of andersom, weet je wel. Ja. Het ligt er maar aan met wie je praat. Ja. Nou ja, dat onderscheid, daar ben ik eigenlijk al op tegen. Want ik vind, niet artistieke en commerciële films. Dat is inderdaad inmiddels wel een beetje zo in het denken over film. En in de financieringsvorm. Je hebt automatisch geld, noem maar op. Artistiek en commercieel, dat bestaat eigenlijk niet. Je hebt goede en slechte films. Want nou ja, we hadden deze zomer een geweldig retrospectief van Steven Spielberg. Dat zijn uiterst commerciële films, zou je kunnen zeggen. Maar het zijn gewoon hele goede films die een heel groot publiek weten te bereiken. Ja. Dus dat moet je niet zo scheiden. Voor Nederlandse film is het ook nog eens een keer zo dat onze filmcultuur is zo klein en zo voor het buitenland zo exotisch dat een Nederlandse film in het buitenland per definitie artistiek is. Zelfs al is het hier een heel groot succes, is het voor het buitenland nog steeds een artistieke film. Ja. Dat was toen de tijd met Turks Fruit ook zo trouwens. Ja. Ja. Dus ik denk ook niet. Ik denk dat het ons niet helpt om dat onderscheid zo groot te maken. Ik denk ook niet dat het. Het is ook precies wat jij zegt. Filmmakers, als jij als filmmaker een film maakt, ben je niet bezig met te denken van, is dit een artistieke film of is dit een commerciële film? Jij wil een goede film maken die een
een breed publiek of een groot publiek weet te bereiken. Of soms is dat publiek niet belangrijk. Maak je een film omdat je echt een drang hebt om een verhaal te vertellen of te verbeelden. Nou, een van de dingen die er heel erg op inhaakt, en ik vraag me af of je dat binnen AI merkt, vooral binnen de branche die je hebt om de Nederlandse films te promoten, is dat de afhankelijkheid die de filmmakers hebben van de subsidie, die brengt ook een zekere oncollegialiteit met zich mee. He, van, ik herken het mezelf, of herkende het zeker bij mezelf vroeger. Van als ik naar een première ging, dan dacht ik van oké, nou hoop ik dat die film totaal rot is en slecht is. Want als die flopt, dan heb ik meer kans om subsidie te krijgen. Dat is natuurlijk geen manier om te leven. Want je moet op een bepaalde manier moet je als industrie collegiaal zijn. Dat is wel verbeterd in mijn gevoel de laatste jaren, maar het is nog niet weg. Merk jij ooit iets van die houding binnen Nederland? Heel erg. Het is natuurlijk een enorme... Ik dacht dat je zou zeggen, nee. Nee, ik denk dat er... Dat noemden we vroeger echt de kinnecinema. Ja, kinnecinema. De kinnecinema in Nederland. Had je dat bij Rotterdam al, toen dat je dat daar merkte? Rotterdam is natuurlijk ook in Nederland. En wij waren natuurlijk toch altijd wel nauw verbonden of wisten veel van de Nederlandse film. Ik denk dat het met nieuwe, jongere generaties filmmakers en producenten wel veel minder is geworden. Dat er ook wel veel meer wordt samengewerkt. Dus het is niet meer zo erg. Maar ik denk ook wel dat het dat heeft te maken met dat er heel veel mensen films willen maken. Dat er eigenlijk dat de budgetten niet zo groot zijn en dat het moeizaam is. En ik denk... wat ik verder ook vind, want we hadden het eigenlijk over van het artistiek commercieel. En, en wat jij zegt, je hoopt dat die flopt, zodat jij meer publiek kan bereiken. Ik vind die focus in Nederland is wel te veel op dat produceren. Filmcultuur is veel breder. We moeten ook veel meer doen aan publieksbereik, aan educatie. Het zijn allemaal activiteiten en onderdelen van de filmcultuur waarvan ik denk dat... We hebben het publiek wel een beetje veronachtzaamd, vind ik, in de afgelopen jaren. Mm. Met die enorme focus van onszelf op het produceren. Op een film als een industrie. En er worden natuurlijk best heel erg veel films gemaakt in Nederland. Ja. Er worden gewoon veel te veel films gemaakt. Ja, er worden te veel gemaakt. Die na een paar dagen of alweer uit de bioscoop zijn... Ja. Ja, want de bioscoop is hard geworden. Ja. Of überhaupt nauwelijks een release krijgen in de bioscoop. Dus die aansluiting tussen wat we maken en wat het publiek graag wil zien... daar zit een enorme kloof en dat verdient echt veel meer aandacht... dan we in de afgelopen jaren hebben gegeven. Ja. Op dat punt, de AI is natuurlijk ook heel afhankelijk van subsidie. AI wordt, als ik het goed heb, ongeveer 50% gesubsidieerd, 50%... bedruipt het zichzelf door allerlei inkomsten, wat behoorlijk fantastisch is. Maar omdat je toch die subsidiegever hebt, heb jij bijvoorbeeld een afhankelijkheid naar die subsidiegever? Zou jij bijvoorbeeld een tentoonstelling kunnen doen die waar absoluut niemand naartoe komt, maar je denkt van het is toch belangrijk, dus ik doe het toch? Ja, dat zou ik zeker kunnen doen. En als dat niet meer mag, dan zouden ze een andere directeur moeten zoeken. Mm-hmm. En dan nog even over die subsidie die wij hebben. Het is inderdaad de helft van ons budget wordt gesubsidieerd door de landelijke overheid. Het heeft vooral te maken met het beheren van die filmcollectie. Dus wij bewaren al die films die in Nederland gemaakt zijn. En ook alle films die in Nederland vertoond zijn. En we kopen ook films aan. We bouwen een collectie, een museale collectie. En om dat te beheren, dat filmerfgoed, eigenlijk gaat al die subsidie bijna in het beheren, bewaren en het zorgen voor dat erfgoed. En alles aan de presentatiekant, aan het ontsluiten, de programma's en de tentoonstellingen, die financieren we eigenlijk uit de kaartverkoop, uit publieksinkomsten, uit fondsen, sponsoring. Dus het is... Als je het over die archivering hebt, hè, dan betekent dit dat jij in principe elke Nederlandse speelfilm... nog beperk even tot speelfilm, opneemt in je collectie? Ja, nou het is zelfs een... Wij hebben een dubbele taak. Wij hebben een museale taak. Wij bouwen een collectie. Zo is het Filmmuseum ooit begonnen als Nederlands Historisch Filmarchief. Ja. Met mensen, dat waren filmverzamelaars bij elkaar. Die hadden echt kopie, want vroeger werden films weggegooid. Hè? Ja. Heel vroeger werden gedraaid in kermissen en in filmtheaters. Uitgedraaid, weggegooid.
toen zijn een aantal filmverzamelaars gekomen. Die dachten, oh, dat is top. Ja. Kunst, mooie films. Die zijn gaan verzamelen. En zo is het begonnen. Maar dat is wel vanuit het bouwen van een collectie. Van dingen die je bijzonder vindt. Die historisch van belang zijn. Die artistiek van belang zijn. Dat is één taak van ons. De andere taak is dat wij alles wat in Nederland gemaakt wordt... met geld van het Nederlands Filmfonds... je moet ook in je contract tekenen dat je bij ons een kopie aanlevert. Of inmiddels is dat een digitale master. Ja. Om je laatste stukje subsidie te krijgen. Dus we hebben echt de archieftaak om alles wat in Nederland gemaakt wordt te bewaren. Maar jij plaatst daar dus geen... ik zou bijna zeggen, geen censuur op. Van als een film totaal... door de kritiek helemaal slecht gevonden wordt... 3 dagen gedraaid, heeft weggegooid, is niemand vindt er iets aan... dan nog komt die film in het archief terecht. Ja, en bovendien vind ik dat je ook niet vandaag de dag kan bepalen... wat over 100 jaar nog belangrijk en interessant is. Mm-hmm. En zo'n film wat jij als voorbeeld geeft... is misschien wel een uitermate interessant onderwerp van een wetenschappelijke studie. Ja. Dus je hebt meerdere redenen waarom je moet bewaren wat we hier gemaakt hebben. Het laat zien hoe wij in Nederland denken en doen nu in 2016. Ja. Over 50 jaar is dat machtig interessant. Ja. Dan hoeft er niet eens een goede film te zijn. Nee, absoluut niet. Bovendien, de tijd maakt het verhaal heel erg anders. Hè. Het verhaal is op dit moment belangrijk. En over 20 jaar is het verhaal door de tijd helemaal niet zo belangrijk meer. Dat zijn andere aspecten. Het is een beetje een opzet, deze vragen naar iets anders toe, want je kan, ik vind het heel juist dat de archivering heel breed is en dat er geen beperkingen zijn, want je weet niet hoe de generaties later zullen denken. Maar we hebben natuurlijk toch wel een beperking vooraf, hè, want bepaalde films worden wel gemaakt, bepaalde films worden niet gemaakt. Die bredere denkwijze die AI heeft, zou die niet nu al mee moeten spelen naar de keuze van welke films gemaakt worden? De bredere denkwijze in de zin van dat wij kijken naar film vanuit het kwaliteits... Je kijkt bijvoorbeeld naar film meer in een breder perspectief. Want je zegt van een film nu kan over 50 jaar wel een ander belang hebben. Ja. Dus wij kijken niet alleen naar het directe belang die de film nu heeft... dat is een andere denkwijze dan de huidige subsidiegever heeft. Ja, vind ik een moeilijke vraag. Want ik denk... Kijk, als je kijkt naar... ik vind het een moeilijke vraag. Want ik denk dat je een film... Nou ja, het is moeilijk omdat je je begeeft op pad van keuzes maken. Ja, wat op dit moment natuurlijk nog niet is. Maar eigenlijk is een heel klein beetje zit ik te duwen tegen van... zou AI meer betrokken moeten zijn bij de huidige keuzes? Omdat AI bewezen heeft, voor mijn gevoel... nu geef ik een mening eigenlijk, wat ik eigenlijk altijd beloof niet te doen. Ja. Maar hij heeft bewezen om een breder perspectief te hebben. Bijvoorbeeld dat samengaan van waar je zegt van artistiek en commercieel, dat mag je niet tegenover elkaar zetten. Het moet een heel gezonde verbinding zijn die je niet ziet als het geforceerde verbinding. Er is een denkwijze die ik persoonlijk zo gezond vind dat ik denk van moet je die verbreden naar de filmwereld toe. En dat zou bij de keuzes natuurlijk ook al mee kunnen spelen. Hoewel dat niet een kerntaak op dit moment is van AI. Maar AI heeft bijvoorbeeld wel een kerntaak in het verbreden van de populariteit van Nederlandse films in het buitenland. Ja. Nee, dat klopt. Ik denk dat het eigenlijk niet zozeer over... want jij vraagt, zou AI daar een rol in moeten spelen? Ik denk eigenlijk dat het niet over organisaties gaat, over AI of filmfondsen. Maar eerder over... welke uitgangspunten hanteer je? Mm-hmm. En ik denk waar in de afgelopen jaren heel erg het uitgangspunt is geweest... de Nederlandse filmindustrie een gezonde, stevige industrie te maken. Mm-hmm. Dat ons uitgangspunt is om naar film te kijken als vanuit artistieke kwaliteit... dan moet je niet alleen maar denken aan hoge artistieke kwaliteit. De kwaliteit kan ook in een... heel erg goed verhaal of prachtige cameravoering, het beste montage, nou, noem maar op. Dus dat zijn iets andere principes. Ook met de internationale promotie van de Nederlandse film... is het natuurlijk belangrijk om films op festivals te krijgen. Maar ik vind bijvoorbeeld een retrospectief van onze beste documentairemaakster, Hedy Honigman, in het museum... in het MoMA in New York, vind ik net zo belangrijk als promotie van de Nederlandse film... dan dat we een
Nederlands, zoveel mogelijk recente Nederlandse films in de grote festivals krijgen. Dus ook daarin is het een iets bredere blik gebaseerd op de kwaliteit. En niet alleen op het meest recente werk of wat er nog gemaakt moet worden. Maar dat je naar Nederland en naar de Nederlandse film kijkt vanuit een iets breder perspectief. Ja. Ja. Ja, nee, ik begrijp het. Het is een hele moeilijke, want je begeeft je natuurlijk op een vlak waar je toch weer met keuzes te maken krijgt. En dat wordt dan ook weer individueel. Nou ja, je zal keuzes moeten maken. Want we hebben al in ons gesprekje nu geconstateerd dat we te veel films maken. Ja. En dat er te veel films geen publiek bereiken. Dus en het is ook wel een wens en het beleid nu waar bijvoorbeeld ook het Filmfonds op inzet. We moeten meer geld naar minder films. Ja. Zodat die ruimte er is voor meer kwaliteit. Dat is eigenlijk wel een beleidswijziging of het nieuwe beleid. En als we daar hard op inzetten, komt het misschien nog wel goed. Ja, maar je komt natuurlijk op een ongelooflijk moeilijk gebied terecht. Hè? Want je gaat zeggen van oké, er zijn te veel filmmakers. Er is relatief te weinig geld. Nou, filmmakers, dat er te veel filmmakers zijn. Iedereen is vandaag de dag een filmmaker. Maar er worden te veel films gemaakt. Ja. Dat is het. Ja, maar hoe kan je op een democratische manier dat tegenhouden? Dat kan eigenlijk niet. Hè? Van iedereen die een film wil maken, moet een film maken. Democratie, dat is een beetje op een dag als deze raar om te zeggen. Natuurlijk, maar democratie. Nou, Trump en kunst is democratisch gekozen. Nee, dat is waar. Maar democratie en kunst, dat heeft natuurlijk een enigszins interessante verhouding. Ja. Ik vind het maken van kunst heeft niks te maken met dat het dan iedereen dat maar moet willen. Dat verhoudt zich niet echt heel goed tot elkaar. Nee. Nou, dat, ik vind het heel goed dat je dat zegt. Ja. Nou, dan laat ik dat even rusten. Waar je daarnet heel even over had, waar ik nog even op terug wil komen. Je noemde dat je zei het niet zomaar, zo zeg ik het nu even, eigenlijk een multi-event locatie geworden is. Hè. Dat is een prachtig gebouw, prachtige buitenlandse architect. Maar je kan zeggen, het heeft een multi-purpose. Hè, er zit een restaurant in, er zijn tentoonstellingen, je doet screenings, je doet educatie binnen het gebouw, je hebt een winkel, noem maar op. Je kan zeggen van, dat is tegenwoordig noodzakelijk. Is dat een noodzaak, die verbreding, die jullie ook heel erg op de techniek gedaan hebben? Je bent met hele moderne, innovatieve dingen bezig. Je bent ook met 3D bezig. Je bent met allerlei verschillende dingen bezig. Is dat een gebied waar wij als filmwereld nog achterlopen? Ik bedoel, moet je film steeds meer zien als een element in een groter geheel? Maar film. Je hebt trouwens ook wel natuurlijk heel veel verschillende vormen van filmen. Ja, eigenlijk praten wij steeds, geloof ik, een beetje over de speelfilm. Ja, terwijl er natuurlijk enorm interessante filmische experimenten zijn. Ja. Of het nou gaat om korte films of installaties. Ja. Dus moet je dat verbreden. Nou, even terug van wij zijn meer dan een museum, dat klopt. Dat leidt ook wel eens tot verwarring. Dat mensen niet precies weten wie wij zijn of wat wij doen. Dat prachtige, mooie, witte gebouw. Is dat een museum, is het een archief, is het een bioscoop, het is een restaurant. Het is het allemaal. En ik vind die verwarring eigenlijk ook wel interessant. Het is natuurlijk een atypisch museum. En moeten we als wij zijn overigens wel heel erg meegegaan met de tijd. Wij hebben niet gekozen voor een klassiek museum. Dus een museum wat inderdaad die geschiedenis laat zien of wat voorspelbare tentoonstellingen maakt. Wij willen onderzoeken hoe film zich ook ontwikkelt. Want dat zijn die tentoonstellingen, met name de tentoonstellingen die we maken op het grensvlak van film en beeldende kunst. Wij willen onderzoeken hoe film zich ook in de toekomst gaat ontwikkelen. En dat willen we ook laten zien en presenteren. Dus, ja. Maar als ik zou zeggen, Sandra, als ik zou zeggen, films zijn de bron van AI, maar niet meer de kern. Zit ik dan heel erg naast? Dan zit je ernaast. Want wat wij willen laten is, alles wat we doen, is film. Ja. En wat is film? Film is dat je een verhaal vertelt of dat je het verbeeldt. Dus het gaat niet alleen maar om de storyline, maar ook om de beelden die je gebruikt. Een idee dat je verbeeldt, that's film. En dat zijn wij en dat zullen we ook altijd blijven. Ja. Nou, ik ga even over naar de educatie. AI heeft een taak ook in educatie. Zou jij het
wenselijk vinden dat, stel je voor, een filmmaker in Nederland mag een film maken. Hè, die krijgt geld, er zit subsidiegeld in, dat is de kern ervan. Dat daarmee een automatische verplichting komt van de kernfilmmakers, de regisseur, schrijver, producent misschien, dat zijn de drie kernen meestal. Dat ze ook bij de educatie betrokken moet worden. Dus dat je die als een soort van sociale dienstplicht, dat jij die als AI-instituut, jij niet persoonlijk, maar AI-instituut, sociale culturele kan, dienstplicht, ja, ja. Dat je die kan inzetten naar middelbare scholen, lagere scholen, ja, enzovoorts. Nou, dat doen we al een beetje, want wij... Maar nu wij, is het helemaal vrijwillig, hè? Het is vrijwillig, maar en verplichten, dat weet ik niet of dat nou heel goed werkt. Maar ik vind het is wel heel belangrijk. En wij maken ons daar heel sterk voor, dat we het belangrijk vinden dat kinderen al op jonge leeftijd geleerd wordt hoe ze naar film moeten kijken en naar beelden moeten kijken. Want ze zien natuurlijk heel veel bewegend beeld voordat ze überhaupt leren lezen. Al die filmpjes die ze op televisie zien. En in het onderwijs is filmeducatie of mediawijsheid niet echt een apart vak. Nou hoeft het misschien niet een apart vak te zijn, maar er moet wel aandacht zijn op scholen hoe kinderen beeld moeten leren lezen. Daar hebben wij allerlei programma's. We hebben doorlopende lesmethodes. We doen ook online communities hebben we opgericht. Movie Zone voor oudere kinderen. Daar werken we best veel met filmmakers samen. Ook in workshops om uit te leggen van hoe je films maakt. Wat het effect is van beelden achter elkaar zetten. Of een zielig muziekje bij een beeld. Of een vrolijk muziekje. En hoe die jou dat beïnvloedt. Dat doen we met heel veel filmmakers. Maar of de filmmakers echt verplicht moeten worden om educatie te moeten geven... Ik werk heel graag met ze samen en dat doen we goed en al veel. Maar ik zou het niet willen verplichten. Volgens mij moet een filmmaker een film maken. Ja. Nou ja, ik, mijn gevoel is dat als je een bepaalde sociale dienstplicht hebt, dat is niet meteen van je moet dan en dan komen. Maar op dit moment lijkt het erop dat de filmwereld zich eigenlijk veel minder inzet voor de toekomst. En de toekomst ligt toch natuurlijk ook heel erg bij educatie. Dan misschien wenselijk is. En omdat het AI daar wel heel erg mee bezig is, zou die band, die nu helemaal vrijwillig is, misschien toch wel eens serieuzer genomen moeten worden. Ja. Maar oké, dat is een praktisch iets. En dat kan je eigenlijk alleen maar verbinden aan subsidie. Als op het moment dat je subsidie krijgt, krijg je daarmee ook bepaalde sociale verplichtingen. Want het is toch gemeenschapsgeld. Dus je mag ook wel iets teruggeven aan de gemeenschap. Dat is mijn gedachte erachter. Ja, hoor. Dat is een mooie gedachte. Dat is een hele maatschappelijk verantwoorde sociale gedachte. Maar ik denk wel dat de realiteit is dat... En dat weet jij waarschijnlijk als de beste... dat voor veel filmmakers en producenten, scenario schrijvers, noem op... het al moeilijk genoeg is om je hoofd boven water te houden. Omdat je zo... Omdat er zijn misschien te veel mensen die een film willen maken. Er worden te veel films gemaakt, maar er is ook te weinig ruimte. Je hobbelt van de ene aanvraag naar de andere. Ja. En dan heb je weer een fase van 2 maanden. En dan, Ik overleef omdat ik een deel van mijn huis verhuur. Ja. Want als ik dat niet zou doen, zou ik dingen moeten maken die ik niet zou willen maken. Ja. En dat heeft in feite bijna iedereen in Nederland. Ja. Nou, dat is een zorgelijke situatie. Ja. Nou, ik ga nog naar één gebied waarvan ik heel benieuwd naar ben. Er zijn heel vaak zijn er films waarvan je denkt van als ik die vertoon, dan kan ik daar problemen mee krijgen, maatschappelijke problemen. Ik ga niet met een Wilders voorbeeld komen, dat is iets te makkelijk. Maar bijvoorbeeld, die kan ook Turkse films hebben waarbij Erdogan dat nu niet meer een film vindt die hij wenselijk vindt. Je zou daardoor bijvoorbeeld een deel van de Turkse gemeenschap kunnen krijgen die dat heel onprettig vindt. Die niet vindt dat die film in het filmmuseum. Een filmmuseum vertoond moet worden. Ja. Zijn dat zorgen voor je? En zijn dat zorgen die jou kunnen beïnvloeden in het runnen van AI? Nou, we hebben dat weinig aan de hand gehad. In AI tot nu toe. Maar is dat omdat je het vermeden hebt? Nee, juist niet. Omdat het niet gebeurd is. Maar als het zou gebeuren, vind ik trouwens dat je dat altijd wel moet vertonen en moet zorgen voor de juiste context en de begeleiding en met inleiding of wat dan ook. En ik vind dat je
film hoort natuurlijk ook gewoon in het gebied. Het gaat over wat jij als voorbeeld geeft, is raakt ook aan censuur of aan de vrijheid van meningsuiting en expressie. Ja. Dus daar moet je nooit je oren naar laten hangen. Nee, maar ik bedoel het niet alleen als censuur, want dat is een makkelijk voorbeeld. Ja. Daar kan je inderdaad. Maar je hebt bijvoorbeeld de film gehad over Noord-Korea. Mm-hmm. De Interview heette die, geloof ik, hè? Ja. Over Kim Jong-un. Ja. Nou, er zijn bioscopen die film niet meer gedraaid hebben, omdat ze bang waren dat er gedonder kwam en noem maar op. Ja. Nou, is dat natuurlijk niet een film waarvan ik meteen denk van die behoort in AI gedraaid te worden. Maar het is wel een voorbeeld waarbij het niet over censuur gaat, maar over maatschappelijke druk. Ja. Dat is natuurlijk net iets anders. Ja. Het is een opstapje naar. Nee, het is een opstapje naar het feit dat moeten. De Nederlandse films bijvoorbeeld, ik zou bijna zeggen, baldadiger worden. He, van, dat lijkt mij een leuk idee. Want dat is natuurlijk de flipkant ervan. He, van, ja, nou ja, baldadiger. Nu je dat zo voorstelt. Ik denk wel dat we de afgelopen tijd, nogmaals met alle respect voor de makers, heel veel films hebben gehad waar het woord hard. Sorry. Nee. Van de, ik ga ze niet allemaal noemen, maar dat is echt een enorme reeks aan dezelfde soort van films die overigens best een aardig publiek weten te bereiken. Maar als de focus daarom komt te liggen, ik vind best dat we meer films kunnen maken die over de wereld van vandaag gaan, die wat ook wel wat inhoudelijk of artistiek gezien, jij noemt het woord baldadig, dat vind ik wel een mooi meer uitgesproken, meer. Je krijgt daar natuurlijk meteen wat eraan vastzit van de baldadige films gebeuren wel regelmatig bij de televisie. Hè. Er worden wel films gemaakt, de one night stands, de crossovers, noem absoluut. Maar op. Die worden best wel, die zijn heel vaak wel gelinkt met de huidige maatschappelijke problematiek. En er is ook tegelijkertijd meestal heel weinig belangstelling voor. Ja. Dus er moet wel weer een link komen tussen die artistieke kwaliteit en die, zeg maar, die publieksbereik. Ja. Nee, ik ben bijvoorbeeld, we zullen het volgende week weten, maar nu een film als Laila M. van Meike de Jong. Ja. Geweldig mooie film over een Nederlands-Marokkaans meisje dat radicaliseert. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of het lukt om daar een breed publiek mee te bereiken. Ja. Dat verdient die film. De première is straks ook in de Meervaart met allemaal Nederlands-Marokkaanse meisjes, geloof ik, die daarvoor uitgenodigd zijn. Dat is een film, dat is een stoere, gedurfde film die gaat over Nederland van nu. En we moeten er alles aan doen om te zorgen dat die zo breed mogelijk publiek bereikt. En dat hoop ik. Maar dat, ik denk wel dat we de afgelopen jaren te weinig gezorgd hebben dat die films goed de aandacht krijgen. Omdat we heel veel hele populaire films gemaakt hebben. De hartfilms, laat ik het zo maar zeggen. Met films met de hart in de titel. En te weinig aandacht hebben gegeven aan het publiek. En de vertoning en de distributie. Ik heb ik ben daar vrij specifiek in. Ik vind dat films tegenwoordig alleen gemaakt worden voor nichegroepen. Hè? En als je geluk hebt, heb je een paar nichegroepen tezamen. Dan heb je een groter succes. Maar je kan niet meer een film maken en zeggen van, nou, die is voor iedereen van 18 tot 80, dat bestaat niet meer. Nee. En je maakt een film voor of vrouwen die gestudeerd hebben, of je maakt een film voor koppels, of je maakt een. Je hebt hele specifieke nichegroepen. En die moet je gaan combineren. Het onderzoek naar die nichegroepen, dat staat nog steeds in de kinderschoenen, want dat wil bijna niemand aan. Omdat iedereen maar steeds denkt van, we moeten het voor iedereen maken. Maar heb jij dat soort overwegingen? Ja, maar als ik vind eigenlijk, ik ben daar toch ook een beetje dwars in. Ik vind, als je begint te bedenken met voor welk publiek ga ik een film maken, het al fout gaat. Nou, je moet beginnen met waar wil ik een film over maken? Of hoe moet die eruit zien? Nee. Wat wil ik vertellen? Wat wil ik verbeelden? Ja, dat klopt wel. Maar je kan wel zeggen, op het moment dat je weet dat je dit en dit wil vertellen, kan je wel met een zekere redelijkheid voorspellen wat het publiek zal zijn wat daarin geïnteresseerd is. En dit is geen wetenschap, maar toch is er veel meer zekerheid over te geven als je dat goed researcht. Ja. Maar oké, dan gaan we eigenlijk heel erg op een punt in wat heel erg op het maakvlak ligt. Ja. Ik wou eigenlijk afsluiten met één onderwerp waarvan ik denk,
Zou dat iets zijn waar jij problemen mee zou kunnen hebben? We hadden het net over die films, hè, meer baldadige films. Ervan. Stel je voor, je maakt dat soort films worden gemaakt. En de overheid zegt tegen jou, het is allemaal hartstikke goed, maar die Nederlandse films die krijgen net niet genoeg ruimte. Jij wordt nu verplicht als AI om 50% van je screening time die je hebt in je zalen te besteden aan dat soort Nederlandse films. Zou je daarop ingaan? Nou, ik niet. Dus dan zouden ze iemand anders moeten zoeken. Maar ik denk... Gaat het natuurlijk over de marge. Je zou niet ingaan met 50%, maar zou je akkoord gaan met 20%? Nee, maar dan heb je het... Jij hebt het dan weer over getallen. Terwijl ik steeds probeer te zeggen, je moet het niet over getallen hebben. Je moet naar die films kijken, naar de kwaliteit en wat ze... En voor mij, ik vind het heel erg belangrijk dat je die Nederlandse films inderdaad ergens vertoont in zo'n paleis van de film wat wij zijn. Maar wel op dat podium waar je ook de beste Franse films, Amerikaanse films, daar horen ze thuis. Dus om nou te zeggen, we maken een enclave, een ghetto van de Nederlandse film. Ik denk dat daar niemand naartoe komt. Oké. Ik vind dat een heel wijze opmerking. Nou, absoluut. De wijsheid zit hem zeker in dat je geen ghettovorming moet doen. En ook de verbinding van het artistieke met het publiek. Dat niet een tegenstelling moet zijn, maar een hele innige omarming. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.